FC Groningen speelt zondag in de Euroborg tegen Roda JC. Vandaag trainde de selectie voor het eerst op de nieuwe grasmat. De trainer en vooral de spelers zijn uitermate tevreden met het nieuwe gras. Ja, het is lente. De veulens gaan de wei in. En, ja, we hebben echt, dat kun je gewoon zien. Je kon echt zien aan de spelers van goh, heerlijk. En ja, dan moeten we dat ook maar in de wedstrijd omzetten, lijkt mij. Tegen Roda JC mist FC Groningen centrale verdediger Andreas Granqvist door een schorsing. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door Daley Blind, die samen met Djibril Sanko het hart van de verdediging gaat vormen. Daardoor speelt Tom Hiarie als rechtsback en de weer fitte Frederik Stenman keert terug op zijn vertrouwde positie als linksback. FC Groningen kan niet beschikken over keeper Luciano. Hij wil tegen NAC uit met een blessure en is niet op tijd fit voor Roda JC. Nee, die heeft toch weer vocht in zijn knie gekregen en wij gaan dan voor herstel en we gaan niet forceren. Ik weet niet of hij in staat was geweest om te spelen zondag, maar als je elke keer steeds weer iets doet en je krijgt vocht in je knie, dan kun je beter eventjes wat langer revalideren en zorgen dat je helemaal fit bent voor de hele competitie en hopelijk na competitie. Tegen NAC maakte Tim Sparf zijn debuut in de basis. De Finse middenvelder speelde op de plek van de zwaar geblesseerde Danny Holla. Tim is echt een verbindingsspeler. Is een jongen met een enorm loopvermogen. Van de week hebben we zeg maar, een conditietraining gedaan. Nou, hebben jongens de ogen uitgekeken, want die blijft lopen. Het is een jongen die graag vooruit wil voetballen in de passing. Het is niet een sprinter, het is geen explosief type. En zij is erg lang, dus in de lucht is het ook een wapen. En het is ook een persoonlijkheid. En, een goede verbindingsspeler, teamspeler. En dat moet hij in de toekomst natuurlijk ook bij Groningen gaan neerzetten. Of Tim Sparf zondag gaat spelen tegen Roda JC is nog onduidelijk, want Ron Jans kan ook weer beschikken over Leandro Bacuna. Het duel op het nieuwe gras in de Euroborg begint om 2:30.